Het aanpakken van de problemen als gevolg van een lage micro-economische groei in Suriname is continuerend werk. Dat betekent dat alle factoren tot ontwikkeling moeten worden gebracht en vooral op dat niveau draaiend gehouden moeten worden. Tegen deze gedachte aan vond vanmorgen de lancering plaats van de Suriname Poverty and Equity Assessment. Het rapport onderzoekt armoede en de oorzaken ervan, biedt een grondige analyse van de uitdagingen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en bevat een evaluatie van belangrijkste sociale bijstandsprogramma's in Suriname. Keynote-spreker Dieter Buurman gaf middels een presentatie de gevolgen aan van een lage micro-economische groei. Naar verwachting wordt Total Energies de eerste internationale olieproducent die eind dit jaar een beslissing neemt over een toekomstig oliewinningproject. En dat project alleen zal naar verwachting zo'n 200.000 vaten olie per dag opleveren. En de waarde van de royalties voor de staatskas is naar verwachting gelijk aan zo'n 200 miljoen dollar per jaar. Dat is ongeveer 20% van de huidige jaarlijkse overheidsinkomsten. En uiteraard kunnen deze inkomsten een rol spelen in het terugdringen van armoede en ongelijkheid in Suriname. Na de presentatie van de kernresultaten was er een vragenronde waarna de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Steven McAndrew, de ochtend afsloot.